Klopt het? Ja. Ik zal plaatsnemen. Geachte aanwezigen, welkom bij de Universiteit van Maastricht. Wat goed om te zien dat u met zoveel deze kant op bent gekomen om bij een heel feestelijk moment te zijn, mag ik wel zeggen, waarbij wij dadelijk gaan luisteren naar de inaugurele reden van professor Koen Schreurs. Maar voordat wij dat gaan doen, beste Koen, ga ik jouw geduld even op de proef stellen, de komende paar minuten. 5 minuten staat hier, maar ik denk dat ik het eerder ga doen. Want ik heb begrepen dat jij houdt van kort en bondig, zoals blijkt ook uit jouw beknopte rapportages bij het Academisch Angstcentrum. En in de belangstelling staan is ook niet helemaal aan jou besteed. Dat wordt dadelijk leuk, dan zie je hoe dat gaat zijn. Maar we zijn hier vanwege jouw staat van dienst in het wetenschappelijk onderzoek, dus dat moet wel het een en ander verzachten, hoop ik. Roze of blauw? Dat was de belangrijke keuze waarvoor Koen Schreurs stond op de dag dat hij zich ging inschrijven op de huidige Universiteit van Hasselt voor een studie. Een moeilijke keuze vond hij. Het roze formulier was voor de studie geneeskunde, het blauwe voor natuurkunde. Patiëntenzorg sprak hem toen nog niet aan. Misschien ook omdat hij toen nog niet afwist van het bestaan van de machine that goes ping. En u moet straks maar bij de receptie vragen wat dat precies betekent. Dat ga ik natuurlijk niet verklappen. Omdat onderzoek doen in de geneeskunde hem wel wat leek, werd het toch roze. En toen hij in het tweede jaar gegrepen werd door het menselijk brein via zijn grote voorbeeld neurochirurg Emiel Beuls, stond zijn specialisatierichting vast. Psychiater zou hij worden. En psychiater werd hij. Maar wel een die ook wetenschappelijk onderzoek doet. En vanwege zijn grote staat van dienst in dat wetenschappelijk onderzoek is hij nu bijzonder hoogleraar mechanismen van affectieve stoornissen. Een benoeming waar je trots op mag zijn. En ik heb begrepen dat je ouders vandaag ook hier aanwezig zijn. En ook u kunt met recht trots zijn op uw zoon. Koen, jij gaat met deze leerstoel een brugfunctie vervullen tussen neurobiologie en experimentele psychologie enerzijds en de psychiatrie anderzijds. Je hoofdinteresse als onderzoeker en klinisch psychiater ligt in de neurobiologie van emoties en hoe ze aangeleerd en afgeleerd worden. Je onderzoekt met name neurologische mechanismes die ten grondslag liggen aan defensieve reacties van mensen op verschillende dreigingen in de vorm van opwinding, angst en paniek. Ik vond het bijzonder om te lezen dat je de technieken die je hiervoor gebruikt bij je proefpersonen ook zelf ondergaat. Van het drinken van een misselijk makende cocktail die het serotinegehalte in de hersenen moet verlagen, tot het inademen van koolzuurgas, waarmee je een paniekaanval probeert uit te lokken. Je moet er iets voor over hebben, hè, voor die wetenschap. Terecht is jouw opvatting dat onderzoekers in dit veld gebaat zijn bij een baan als behandelaar. Het draagt bij aan het besef hoe belastend een experiment voor een patiënt kan zijn. Als medisch specialist heb je nu 18 jaar ervaring in diagnostiek en behandeling van ernstige en complexe angst- en dwangstoornissen. Je leidt het Academisch Angstcentrum, een 25 jaar oude samenwerking tussen de UM en Mondriaan. En je bent manager zorg van de zorgprogramma's Angst en Psychotrauma van Mondriaan in Maastricht en in Heerlen. Volgens wel ingelichte bronnen doe je dat laatste vooral uit een soort plichtsbesef en om te voorkomen dat iemand anders er een potje van zou maken. Je wordt regelmatig geraadpleegd door collega's, intern en extern, vanwege je expertise in affectieve stoornissen. En naast zorg, onderzoek en management ben je ook actief in het medisch onderwijs, als tutor, als examinator, als stagebegeleider, als coach en vooral als inspirator, heb ik mij laten vertellen. Zo probeer je je collega's bij Psych, volgens mij zeg ik het dan goed, ook te motiveren hun aanpak te onderbouwen met wetenschappelijk bewijs, waar vervolgens ook naar gehandeld moet worden. Van inzicht alleen is immers nog nooit iemand beter geworden. Een van je oud-promovendi vertelde dat je mensen heel goed kunt sturen zonder dat ze dat zelf eigenlijk doorhebben.
Zoals het een psychiater betaamt, zou je bijna zeggen. Maar ze voegde eraan toe dat je dat vooral aanwendt om junior onderzoekers te motiveren. Want we weten allemaal dat een promotietraject zelden zonder obstakels verloopt. Jij blijft altijd rustig en kunt ingewikkelde materie heel goed uitleggen, ook aan patiënten. Op een podium staan doe je het liefst alleen als het over je onderzoek gaat. Dus niet voor een karaoke-sessie met je collega's. Dat is toch populair in Maastricht, dat karaoke, heb ik me laten vertellen. Ik heb het zelf gelukkig nog niet hoeven meemaken. Als je naar een congres met hen gaat, ik zal niet alle details hier gaan verklappen, maar als je met hen naar een congres gaat, zoek jij al vooraf de lekkere restaurantjes uit. En ook als het gaat om welke wijnen besteld gaan worden, laten ze zich graag door jou leiden. Als je een eigen wijnkelder hebt, weet je als Bourgondier doorgaans wel waarover je praat natuurlijk. Beste Koen, ik ga afronden. Ik wens je ontzettend veel succes en plezier in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op jouw prachtige vakgebied. En ook in al die andere activiteiten die ik net heel kort de revue heb laten passeren. Van harte gefeliciteerd alvast met deze mijlpaal namens mijn collega's in het college van bestuur en namens jouw faculteitsbestuur. En ik geef jou nou heel graag het woord. Graag de rector, graag de aanwezigen. Om te beginnen, graag de rector, dank voor die heel persoonlijke inleiding. Uw bronnen zijn goed ingelicht. Zoals u weet, u kent de titel van mijn oratie vandaag. Het antwoord kent u. Ik heb nu 45 minuten om de vraag te formuleren. En dat zou wel moeten lukken, denk ik. Ik ga beginnen met een beroep te doen op uw verbeelding. Stel u voor, u bevindt zich thuis of op het werk en u merkt dat uw hart heviger begint te bonzen. Steeds heviger en sterker en sneller. En u krijgt ook ademnood. U begint moeilijker te ademen. U krijgt een druk op de borst. U krijgt een droge mond. U kunt moeilijk slikken. U wordt duizelig. Dreigt het evenwicht te verliezen. U krijgt tintelingen in uw handen, in uw lippen. En die gevoelens nemen maar toe en die nemen maar toe. En die worden sterker en sterker. En dat blijft maar duren. Dat duurt 5 minuten, dat duurt 10 minuten, dat duurt een kwartier. En dan langzamerhand begint dat weg te ebben. Er is geen duidelijke aanleiding daarvoor. U bent verder gezond, u hebt dat nog nooit meegemaakt. Wat u net in uw gedachten hebt meegemaakt, is wat we een paniekaanval noemen. Paniekaanval is een intens, plots optredende, intense vrees of ongemak, gepaard met een storm van lichamelijke klachten, die een tijd lang aanhoudt. En dat is iets dat heel frequent voorkomt. Ongeveer 1 op de 5 mensen in de algemene bevolking heeft ooit in zijn leven een keer zo'n onverwachte paniekaanval. Dat is erg veel. Dat betekent dat in dit publiek, als ik het hier zie, op zijn minst enkele mensen zijn die het al meegemaakt hebben of die het nog gaan meemaken. Een aantal van die mensen die dit hebben meegemaakt, die gaan later nog meer paniekaanvallen krijgen. Onverwacht of in bepaalde situaties. Die gaan zich zorgen beginnen maken over die aanvallen, die gaan erover beginnen piekeren, die gaan anticiperen en vooruitkijken naar nieuwe aanvallen. Ze gaan situaties vermijden, ze gaan gevaar proberen uit de weg gaan. Bijvoorbeeld sociale situaties als deze. De mensen met paniekklachten die zitten niet hier van voor, die zitten van achter bij de deur. Niet in het midden van de zaal. Maar als u last krijgt van die sensaties en u zit toevallig in het midden, dan moet u recht staan en dan iedereen langs u moet recht staan en alle stoeltjes klapperen en dan moet u schuiven en iedereen kijkt naar u. Dus mensen doen dat niet, mensen vermijden dat. We spreken van een stoornis, als dat zo voorkomt, dan noemen we dat een paniekstoornis. En we spreken van een stoornis als er sprake is van verstoring van het dagelijks functioneren. Dat is arbitrair, dat is een afspraak die we hanteren. En er zijn meerdere stoornissen die we groeperen onder de term affectieve stoornissen. Dat zijn die gekenmerkt worden door een verstoring van de emotie. Bijvoorbeeld, de paniekstoornis is daar eentje van, sociale angststoornis, de obsessieve compulsieve stoornis, posttraumatische stressstoornis. Een aantal daarvan zijn heel
elegant en didactisch behandeld op het symposium dat vanmiddag heeft plaatsgevonden. Ik zelf ga het hebben over het mechanisme van sommige van die stoornissen. En ik ga op twee dingen focussen. Ik ga één mechanisme benaderen dat vrij uniek is voor één van die stoornissen. En ik ga één mechanisme uitleggen dat eigenlijk in verschillende van die stoornissen een rol speelt. Het eerste is het fenomeen paniek, waar ik net mee begonnen ben. Wat het bijzonder is aan dit fenomeen, is dat we paniek kunnen uitlokken in het laboratorium. En dat is heel nuttig, dat is heel handig. Want stel u voor, als wie geïnteresseerd is in het onderzoeken van het fenomeen van paniek, die heeft eigenlijk een probleem. Want zelfs mensen die een paniekstoornis hebben en die veel paniekaanvallen hebben, die hebben er misschien 2 of 3 op een week. En het moet dus maar lukken dat als onderzoeker of als klinicus dat een patiënt of een proefpersoon net voor u zo'n aanval heeft. Die kans is klein. Dus het is heel handig dat we dat kunnen uitlokken, die paniek, in het laboratorium. En dat doen we, zoals u al net heeft verteld, door mensen in een gasmengsel te laten inhaleren. Dat bestaat uit kamerlucht, aangereikt met koolstofdioxide. 35% koolstofdioxide is historisch de combinatie die we gebruiken. Wat gebeurt er dan? Dan treden die verschijnselen die ik net heb opgezond, die treden op. Er is een verschil met de natuurlijke paniekaanvallen. Die duren, zoals ik al zei daarnet, 15, soms zelfs 20 minuten. Die in het laboratorium opgewekt worden, die duren veel korter. Dus ongeveer 1 minuut. Dus het is een gelijkaardig fenomeen. Dat zeggen ook onze patiënten die deze proef deelnemen. Maar het is veel korter. En dat stelt ons in staat dat fenomeen te onderzoeken. Nu, er is nog een andere interessante vaststelling. We hebben namelijk ontdekt dat er een soort dosis-responsrelatie bestaat tussen de dosis van toegediende koolstofdioxide en de vreesrespons. Niet alleen bij mensen met een paniekstoornis, maar ook bij gezonde mensen. We zien dat wanneer we aan gezonde mensen een dubbele inhalatie toedienen, met 35% koolstofdioxide, dat we bijna dezelfde respons krijgen als mensen die paniekstoornis hebben. En dat is ook interessant, want dat maakt dus dat we het fenomeen paniek kunnen onderzoeken zonder dat we daarvoor mensen met een paniekstoornis moeten lastigvallen. En dat is iets wat we in het verleden een aantal keer gedaan hebben. Bijvoorbeeld, wat kan gebeuren? Stel, er is een medicijn op de markt voor een bepaalde indicatie en het vermoeden is dat het misschien ook nuttig zou kunnen zijn voor de behandeling van paniek, dan kunnen we dat eerst in dit gezonde humane model onderzoeken om te kijken om het dan pas later in patiëntpopulaties toe te passen. We kunnen het ook gebruiken om bepaalde gedragingen die mensen met angststoornissen, paniekstoornissen, maar ook andere, stellen om hun angst, om hun spanning te verminderen. Twee heel typische gedragingen zijn roken en het drinken van alcohol. Er zijn verschillende vragen bij te stellen. Ten eerste, is dat effectief? Mensen doen dat omdat ze denken dat het effectief is, maar is dat ook zo? En als het effectief is, wat is dan het werkzame ingrediënt? Om nu bijvoorbeeld rook te nemen. U weet, sigarettenrook bestaat uit heel veel componenten. Eén daarvan is nicotine, er zitten heel veel andere dingen in ook. En de vraag is, ja, wat maakt dat mensen het gevoel hebben, het idee hebben, dat ze door te roken rustiger worden? Is dat het feit dat ze met een sigaret in de hand staan en zich dus een houding kunnen geven, die sociaal min of meer aanvaard is? Steeds minder, geef ik toe. Of is er een farmacologisch effect van de nicotine in de sigaret? Dat hebben we onderzocht door middel van deze techniek en het blijkt dat in dit geval nicotine de reactie op een paniekchallenge doet toenemen. Dus we wisten al dat roken niet goed is voor u, vooral door de teercomponenten, maar we weten nu ook dat roken bovendien ook nog eens angst versterkt. Iets gelijkaardigs hebben we onderzocht voor wat betreft het drinken van alcoholische dranken. Ook dat, het staan, zoals we straks gaan doen, het staan op een receptie met een glas in de hand, dat is sociaal aanvaard, dat is gezellig, dat is angstreducerend. Maar er zit ook alcohol in dat glas. En wat is het nu? Is het nu het gedrag van daar te staan met een glas in gezelschap? Of is het de farmacologie van de ethanol in het volume drank die effect heeft op uw gedrag?
En in dit geval is het zo dat de alcohol wel degelijk een paniekdempend effect heeft aangewezen in onze experimentele test. Hetgeen natuurlijk van belang is voor het verslavend potentieel van alcohol. De alcohol is sowieso een zeer verslavend product, maar nog meer in het geval van mensen met angststoornissen. En we zien dus ook vaak dat secundair, mensen met niet alleen paniekstoornissen, maar allerlei angststoornissen, dat die secundair vaak verslavingen ontwikkelen, hetgeen de behandeling sterk bemoeilijkt. We kunnen deze techniek ook gebruiken om te kijken welke delen van de hersenen nu eigenlijk betrokken zijn bij paniek. Dat doen we in dit geval, dat hebben we gedaan, door mensen te laten plaatsnemen in een MRI-scanner en ze een luchtmengsel te laten inademen, aangereikt met koolstofdioxide. Geen 35% dit keer, dat zou een te heftige reactie oproepen. Dit was een mengsel aangereikt met 7%. En er bestonden verschillende theorieën, verschillende verwachtingen over welk deel van de hersenen dan vooral zou aangesproken worden. En veel mensen dachten dat het meer het voorste gedeelte van de hersenen zou zijn. Een deel van de hersenen dat de bewuste cognitie, de bewuste gedachten aanstuurt. Maar dat bleek niet het geval. Het grootste verschil werd gevonden diep in de hersenstam. Daar worden functies aangestuurd zoals hartritme, bloeddruk, ademhaling. In respons op omgevingsfactoren. Ik moet u vertellen dat dit waarschijnlijk de moeilijkste studie is die ik ooit gedaan heb. Kunt u zich voorstellen, mensen moeten in een MRI-scanner gaan liggen, dat is een nauwe buis. U wordt daar ingeschoven ongeveer tot aan uw middel, met uw hoofd erin. Dit zijn mensen onder andere die een paniekstoornis hebben, dus die weten, die zijn al nog meer angstig voor het in zo'n nauwe ruimte plaats te nemen. Ze hebben in een eerdere fase van het onderzoek ook koolstofdioxide ingeademd, dus ze weten dat dat symptomen gaat veroorzaken. Ze liggen in zo'n scanner met een masker op hun gezicht, ademen dat mengsel in. U kunt zich voorstellen dat het niet storm liep voor die studie. Dat heeft lang geduurd. Ik ben de mensen die daar aan deelgenomen hebben dan ook bijzonder dankbaar. Ik heb het ook inderdaad zelf gedaan, maar goed, ik heb zelf geen paniekstoornis. Dus ik moet zeggen, zelfs ik vond het lastig, dus ik weet heel goed wat we die mensen hebben aangedaan. Het is altijd er gaat altijd een overweging aan vooraf van of we dit moeten doen en of dit draaglijk is. Dat vragen we ook aan de mensen. En ik moet zeggen, achteraf, er heeft niemand spijt gehad dat ze aan die studie hebben meegedaan. Gelukkig. We kunnen met die imaging bepaalde hersencentra aanduiden die van belang zijn voor paniek. Maar hoe koolstofdioxide precies die cellen die in die centra zitten beïnvloeden, dat wordt daar niet duidelijk mee. Dat is in een mens, een levende mens, moeilijk te onderzoeken. Daarvoor hebben we een diermodel nodig. En we hebben gekozen voor een muizenmodel. Dat stelt ons voor verschillende problemen. Het is duidelijk dat het toedienen van koolstofdioxide aan een muis anders moet dan bij een mens. Een masker op een muis, dat is lastig. In dit geval maken we dus gebruik van zo'n plexiglazen bak. En u ziet, die kan gevuld worden met verschillende luchtmengsels, eventueel aangereikt met CO2. En van bovenaf wordt de muis dan gefilmd terwijl ze bepaald gedrag vertoont. En dat ziet er dan zo uit, op uw scherm in fluorrood. Als we kijken naar de bovenste twee foto's, dan ziet u links het rode spoor van de muis, wanneer de bak gevuld is met gewone kamerlucht. En u ziet dat zo'n muis vooral in de hoeken zit en aan de zijkanten van zo'n bak. Daar voelt hij zich het veiligst. En af en toe kruist hij over het midden. Als we de bak vullen met lucht aangereikt met koolstofdioxide, dan zien we twee dingen. Dan zien we dat de muis ten eerste veel minder beweegt en ook dat ze veel minder overkruist door het midden van de bak. En dat is een gedragsmaat voor de mate van angst van de muis. We kunnen nog iets anders doen. We kunnen die bak in twee verdelen met een tussenschot, met een deurtje, met een klapdeurtje in het midden. En linksonder ziet u wanneer beide delen van de kamer gevuld zijn met gewone kamerlucht. Dan ziet u dat de muis heen en weer beweegt en vrij exploreert in de twee delen van de bak.
Als we nu één kant, wat ziet u rechts beneden, als we nu één kant vullen met kamerlucht en één kant met lucht aangereikt met CO2, dan zien we dat de muis evenwel exploreert in die CO2-kamer, maar daar heel weinig tijd doorbrengt en vooral eigenlijk die kant van de bak vermijdt. En ook dat is een maat voor een gedragsmaat voor de angst van de muis. Dat maakt dat we nu al elementen hebben voor een translationeel een model voor paniek. Maar er zijn nog een paar problemen. Want, en die zitten met name in de uitkomstmaat. Wat we doen als we in het laboratorium mensen uitnodigen om deel te nemen aan ons onderzoek, dan meten we de respons op die challenge door middel van het afnemen van vragenlijsten en door het meten van fysiologische parameters zoals bloeddruk, hartslag, ademhaling. Een vragenlijst afnemen bij de muis is lastig. Wat we bij de muis doen, is observatie van gedrag. Dus daar zit een discrepantie tussen. Wat we dus ontwikkeld hebben, is een manier om bij een muis op een ambulante, niet-invasieve manier de fysiologische parameters te meten. Dus ook weer hartslag, bloeddruk, ademhalingsritme. En dus terwijl zo'n muis vrij rondloopt in die bak, werd dat gemeten. En dat maakt dat we dus nu niet alleen dezelfde stimulus hebben om onze respons uit te lokken, maar ook dezelfde uitkomstmaat. Het enige wat we nog moeten doen, is het normeren. Want een muis heeft een hartslag van meer dan 200 per minuut. Bij mensen is dat aanzienlijk minder. Dus in absolute termen zijn die niet te vergelijken, wel als we ze normeren. En dan hebben we dus een model waarin we paniek kunnen onderzoeken, paniekgerelateerde angst, bij de muis, bij gezonde mensen en bij mensen met een paniekstoornis. En dat opent weer nieuwe mogelijkheden. Dan kunnen we bijvoorbeeld, als er nieuwe stoffen ontdekt worden, kijken of die eventueel werkzaam zijn in dat experimentele model. Want je moet zich voorstellen, meer dan 98% van de ik kan het geen geneesmiddel noemen, maar van de chemische stoffen die ontwikkeld worden als potentieel geneesmiddel, komt nooit bij de apotheek terecht. En dat heeft heel veel redenen. Eén daarvan is natuurlijk dat ze toxische effecten hebben of niet verdragen worden of niet geschikt zijn voor menselijk gebruik. Maar een andere belangrijke reden, en vooral in de psychiatrie, is dat er weinig goede experimentele modellen zijn, experimentele diermodellen, die relevant zijn voor menselijk gedrag. En hier hebben we dus zo een. Dat maakt dat dus als er nieuwe stoffen ontdekt worden, dat die, als ze getest worden in dat model en goed blijken te werken, dat de kans groter is dat ze ook bruikbaar zijn voor mensen. Dus dat is efficiënter. We kunnen ook kijken, en het is, hoe precies die koolstofdioxide die cellen activeert. En dat blijkt te gaan via zuurgevoelige ionkanalen op de wand van die cellen diep in de nucleus, in de serotonerge cellen in de hersenstam. Want koolstofdioxide blijkt zijn effect te hebben via verandering van de zuurtegraad. En die moleculen zijn daar gevoelig voor. We kunnen ook kijken naar, we beginnen te kijken naar de moleculair-biologische grondslagen, eigenlijk de genetische grondslagen van paniek. We weten uit menselijk onderzoek dat kleine, subtiele variaties in sommige genen gevolgen hebben voor de gevoeligheid in onze humane test. En ook mogelijk betrokken zijn, mogelijk een verhoogd risico veroorzaken voor het krijgen van bepaalde angststoornissen. Dus we hebben een idee voor betrokkenheid van een bepaalde genen. Maar hoe dat precies werkt, is moeilijk in mensen te onderzoeken. Daarvoor is een muizenmodel ook handig. We kunnen namelijk muizen kweken die een bepaald gen niet hebben. Dat heet een knock-out muis. En we kunnen dus muizen maken die een bepaald gen ofwel niet hebben, ofwel maar één exemplaar hebben in plaats van twee. Want normaal gezien hebben we van elk gen twee exemplaren. En we kunnen dat dus in ons experimentele model testen en dan vervolgens daarvan de gevolgen interpreteren voor het humane onderzoek. Het veranderen van de genetische code in mensen is niet, dat is wel mogelijk, maar is niet wenselijk. Wat wel kan, en wat we in de toekomst ook hopen te doen, is de mate waarin bepaalde genen worden afgelezen, vertaald worden in eiwitproducten, te kunnen beïnvloeden. En op die manier klachten te beïnvloeden.
Tot daar de paniek. Laat ik u even terugnemen terug naar ons voorbeeld van uw aller paniekaanval. Stel u voor, u krijgt dit keer uw paniekaanval op de bus. En op zo'n bus is van alles te zien en van alles te horen. U ziet andere mensen op de bus. U hoort de motor van de bus. U hoort het piepen van de remmen, het sissen van de deuren. U ruikt van alles. U ruikt misschien het parfum van de mevrouw naast u. En u ruikt het zweet van de meneer aan de andere kant. Al die stimuli die gaan gepaard, die zijn aanwezig terwijl u die paniekaanval krijgt. En die raken dus verbonden met die paniekaanval. En die maken dat wanneer u later in een andere situatie terechtkomt en u komt gelijkaardige stimuli tegen, dat die een paniekaanval kunnen uitlokken of de angst dat een paniekaanval zou kunnen optreden, kunnen veroorzaken. Dat proces heet conditionering. Ja, dat proces is stock-out, dat is al heel lang beschreven, meer dan 100 jaar geleden door Pavlov. Daar ga ik dadelijk iets meer over zeggen. U hebt dus uw paniekaanval gekregen in de bus en u neemt een andere keer opnieuw de bus, maar dat is niet identiek dezelfde bus. Dat is een bus en er zijn gelijkenissen, maar dat is niet identiek. Er zitten ook weer mensen op die bus, maar het zijn niet dezelfde mensen als vorige keer. En u ruikt weer allerlei dingen, maar het zijn niet precies dezelfde geuren. En toch kunnen je dus gelijkaardige stimuli ook die angst uitlokken. Die angst kan uitbreiden, misschien niet alleen naar de bus, maar naar andere openbare vervoersmiddelen, zoals de trein. En zeker als het een hele drukke trein is, een hele volle trein. Of misschien zelfs naar drukke plaatsen in het algemeen. Zoals het Vrijthof, hier op deze foto. Tijdens een concert van een bekende meneer. Dat proces, die verspreiding van angst, of van vrees moet ik eigenlijk zeggen, noemen we vreesgeneralisatie. Op zichzelf is dat geen verkeerd fenomeen, dat is gezond. Dat is goed. Dat zorgt ervoor dat als we iets akeligs meemaken, dat we in volgende, nieuwe situaties, die niet identiek zijn, maar wel gelijkaardig, dat we voorbereid zijn. Dat we kunnen alvast een reactie hebben om het gevaar, om ellende te voorkomen. Dus op zichzelf is daar niks verkeerd mee. Alleen als vrees overgeneralisatie optreedt, dan kunnen er problemen optreden. Dat bestuderen we, dus het proces van conditionering kunnen we bestuderen ook in het laboratorium. Dat is trouwens een zeer succesvolle manier gebleken om het aanleren en het afleren van vrees te bestuderen. Zowel bij dieren als bij mensen trouwens. We hebben dit in ieder geval alleen toegepast bij mensen. En zoals ik al zei, dat is absoluut niet nieuw. Dat onderzoek gebeurt al letterlijk meer dan 100 jaar. Wat verbazingwekkend genoeg veel minder aandacht heeft gekregen, is de rol van vreesgeneralisatie. Daar is pas veel recenter aandacht voor gekregen. En dat is precies wat we in samenwerking met onze collega's in Leuven onderzoeken. En een van de dingen die we doen, is zo'n taak, zo'n vreesgeneralisatietaak, laten uitoefenen. Een conditioneringstaak is dat, terwijl mensen in de scanner liggen. Kunnen we dus tijdens het uitoefenen van die taak de hersenactiviteit meten. De stimuli die ze te zien krijgen, dat zijn deze. In dit geval twee soorten cirkels. Een grote en een kleine cirkel. Bij het kijken naar de grote cirkel krijgen ze een lichte elektrische schok toegediend. Bij het kijken naar de kleine cirkel niet. Dus de grote cirkel is gevaarlijk, de kleine is veilig. Dat is de aanleerfase. Later, in de testfase, krijgen ze weer verschillende soorten cirkels voorgeschoteld. Maar niet alleen de grote en de kleine cirkel, maar ook verschillende maten tussenin. Wat we dus in dit geval kunnen zien, is of de vreesrespons voor de grote cirkel, die gevaarlijk is geworden, zich uitspreidt, zich verspreidt naar andere formaten van cirkels. Dus dit is een maat van vreesgeneralisatie. En dat ziet er dan zo uit. Dat is één hersencentrum dat er straks tijdens het symposium ook aan bod gekomen is, de insula. Die specifiek gevoelig is voor zo'n gradiënt in vreesgeneralisatie. Dit is een plaatje van een groep, een geaggregeerd plaatje van een groep gezonde vrijwilligers. Maar de bedoeling is om dat in de toekomst ook toe te passen, bijvoorbeeld bij mensen die mogelijk een hoger risico lopen
op het krijgen van een angststoornis, een paniekstoornis bijvoorbeeld. En de verwachting is dan, maar dat moeten we toetsen, dat die gradiënt verschuift. Dus dat die mensen al meer gaan reageren, sterkere vrees gaan vertonen ten opzichte van stimuli die verder verwijderd zijn van de gevaarlijke grote cirkel. Dus het is ook de bedoeling om deze bevindingen te gaan gebruiken om therapie te onderzoeken. De meest effectieve therapie voor angststoornissen in het algemeen, eigenlijk voor angst, voor dwang, voor trauma, zijn vormen van gedragstherapie. En een heel belangrijke techniek daarin is exposure-therapie. En wat doen we dan? Als u zich herinnert, u bent nu allemaal bevorderd tot paniekpatiënten, dan we gaan met u oefenen. U hebt uw paniekaanval gehad op de bus, dus dan gaan we met u op de bus. We gaan met u meenemen naar andere openbaar vervoersmiddelen, zoals de trein. We gaan met u de sneltram nemen van Maastricht naar Hasselt, als die er ooit komt. En we gaan met u de autoweg op, als het nodig is. Nu, we weten dat exposure-therapie bijzonder effectief is, vooral op korte termijn, maar desondanks is er op middellange tot lange termijn zijn er toch nog een aantal mensen die hervallen in de klachten. En mogelijk speelt vreesgeneralisatie daarin een rol. Want wat wij doen, is we gaan oefenen met een bus en een trein en misschien de tram. Maar natuurlijk, we oefenen niet met elke bus en we oefenen niet met elke trein. We verhopen en verwachten dat ons effect veralgemeend, generaliseert naar andere situaties. Dus in dit geval is generalisatie eigenlijk gewenst. En daar zit ook een zekere tegenstrijdigheid in. Ook in het verwerven van angst was generalisatie tot op zekere hoogte goed, te veel niet goed. Hier willen we juist generalisatie. Wat we nu willen doen, is kijken of met deze techniek die ik net beschreven heb, of we mensen kunnen identificeren, of we kunnen voorspellen welke mensen op lange termijn gunstig of ongunstig gaan reageren op therapie. En of we dus bijvoorbeeld sommige mensen meer aandacht moeten geven dan anderen. Misschien meer therapie geven, langer therapie geven. Dat kunnen we op die manier onderzoeken. Ik heb deze slide erbij gestoken. Dit is eigenlijk omdat ik niet kon nalaten hier iets over te zeggen. Dit zijn namelijk bevindingen die nieuw zijn en die illustreren wat het belang van vreesgeneralisatie is. En met nieuwe gegevens bedoel ik letterlijk van vorige week. En we hebben namelijk een van de recente resultaten het volgende aangetoond. We weten al heel lang, echt al lang, dat het ervaren van trauma op kinderleeftijd een zeer krachtige voorspeller is voor het krijgen van psychopathologie op jongvolwassen en volwassen leeftijd. Dat is een zeer sterk verband. Wat we minder goed weten, is de mechanismen waarop dat gebeurt, hoe dat verband precies in zijn werk gaat. En wat we nu hebben vastgesteld, is dat tenminste een deel van dat verband te wijten is aan vrees over generalisatie. Dus mensen die dit hebben meegemaakt, trauma hebben meegemaakt en meer vreesgeneralisatie vertonen, hebben een hogere kans op het ontwikkelen van angstklachten op jonge volwassen leeftijd. Maar, en dat is eigenlijk verrassender, niet alleen een hogere kans op angstklachten, maar ook op depressieve klachten en psychotische klachten. Dus het illustreert de breedte van het belang van het mechanisme van vreesgeneralisatie. Dit soort onderzoek dat ik u vandaag gepresenteerd heb, is alleen maar mogelijk door samen te werken. Ik heb voor veel van die studies samengewerkt met neurowetenschappers en met psychologen. En bijvoorbeeld ben ik ook in het laboratorium geweest, daar waar de dierproeven plaatsvinden. En hebben ook de neurowetenschappers naast mij plaatsgenomen op de stoel als ik poli deed. En ik denk dat dat nodig is. Ik denk dat dat nodig is om mekaars denkwereld echt te begrijpen. En om echt goede samenwerking te hebben. Maar ik denk dat vooruitgang zich eerder afspeelt, vooral afspeelt op het grensvlak tussen disciplines, eerder dan binnenin disciplines. Ja, ik heb een stuk opgeschreven. Ik twijfel een beetje of ik het u ga lezen of niet. Ik zal het klaarleggen voor als ik mijn draad verlies. Nu, deze manier van onderzoek doen
Dus die ik nu net gepresenteerd heb, dat is denk ik hoe ik vind dat het moet, maar het is niet de gemakkelijkste manier. We zien dat bijvoorbeeld als we resultaat of commentaar terugkrijgen van reviewers, van papers of van subsidieaanvragen. En we zien daaraan dat die van heel verschillende achtergrond zijn. En dat die elkaar ook heel vaak tegenspreken en onverzoenbaar zijn met elkaar. Nu, gelukkig is er op dat gebied beterschap, want er zijn nieuwe wetenschappelijke tijdschriften die specifiek bedoeld zijn voor dit soort van translationeel onderzoek. Maar er is toch nog veel werk te doen. Bijvoorbeeld ook op het gebied van subsidies. En subsidies hebben nu vaak als voornaam doel de individuele persoonlijke ontwikkeling van onderzoekers. En die hebben dan namen zoals Veni, Vidi, Vici. Ik kwam, ik zag, ik overwon. Eerste persoon enkelvoud, oorlogstaal van een Romeins krijgsheer. Ik ben van mening dat die tijd voorbij is. Ik ben van mening dat onderzoeksfondsen vooral in de eerste plaats moeten toegekend worden aan onderzoeksgroepen, aan verplichte samenwerking. En ik vind ook dat die financiering toekomt aan de universiteiten. Inderdaad, op een transparante manier, met verantwoording, maar achteraf. Samenwerking is ook essentieel tussen de kliniek en de wetenschap. De meeste ideeën die ik vandaag gepresenteerd heb, hebben hun oorsprong in mijn contact met mijn patiënten. Of contact met mijn collega's klinici, die het halen in contact met hun patiënten. Dat vereist dat er in de gezondheidszorg tijd is om na te denken. En niet alleen over de behandeling van de patiënten die we nu doen, maar ook voor de patiënten van morgen. In die tijd hebben we steeds minder. Wij zijn heel erg veel bezig met administratie. We hanteren termen als productie. We stellen vast dat de gezondheidszorg verzakelijkt. Als ik iemand voor mij zie, dan heb ik het, daar waar ik graag zou spreken over de ontmoeting tussen iemand die lijdt, een patiënt. Patiënt is iemand die lijdt, met iemand die hulp verleent. Is er nu eerder een contact tussen een houder van een stuk gezondheidszorgbudget, die een stuk zorg komt inkopen, bij een vertegenwoordiger van een zorgbedrijf. We hebben onze terminologie daar ook aan aangepast. Zoals ik al zei, we gebruiken niet meer het woord patiënt, we gebruiken het woord cliënt. Een cliënt is een veredelde vorm van het woord klant, hetgeen de financiële relatie benadrukt. En natuurlijk zijn er financiële aspecten aan de zorg, uiteraard. We gaan om met geld van de gemeenschap. Dus het is onze plicht om daar zuinig en transparant mee om te gaan. Maar er is nog iets anders dan het herleiden van dat contact tot een financiële transactie. Waar ligt de oorzaak van die verzakelijking? Er wordt vaak met de beschuldigende vinger gewezen naar verzekeraars. Maar is dat terecht? Verzekeraars zijn bedrijven, meer bepaald handelaars in risico. Die hebben als doel zoveel mogelijk gezonde klanten te hebben en zo weinig mogelijk geld uit te geven aan degenen die ziek zijn. Daar kunnen we boos over zijn, maar heeft dat wel zin? Je kunt ook boos zijn op de kat omdat ze de kanarie heeft opgegeten. Dat is wat katten doen. Om in dezelfde beeldspraak te blijven, ik denk dat het tijd is voor een nieuw huisdier. En dan nu de vraag, kan ik daar iets aan doen, vraagt u zich misschien af. Het antwoord kent u. Heel concreet zijn er verkiezingen in Nederland. En als dit probleem u ter harte gaat, dan wil ik u graag oproepen om het programma van de verschillende politieke partijen, ik hoor dat het er veel zijn, te lezen en uw stem uit te brengen daar voor die partij die hier verandering voor ziet. In het belang van onze patiënten, want tenslotte zijn we dat vroeg of laat allemaal. Ten slotte wil ik een aantal mensen persoonlijk bedanken. Onze rector om persoonlijk aanwezig te zijn en voor de heel persoonlijke inleiding. College van Bestuur en College van Toezicht voor de gestelde vertrouwen.
onze decanen, Albert Scherbier en Nanne de Vries, die mijn traject naar deze benoeming op een heel persoonlijke manier begeleid hebben, die ik bijzonder op prijs stel. Jim van Os, onze vakgroepvoorzitter, die aan het startschot gaf voor dit traject. Jim, ik heb veel geleerd van u, van uw epidemiologische kijk op de psychiatrie en uw kritiek op het vak, vooral op het biologisch onderzoek. Mijn promotor Erik Grier, van wie ik het vak van onderzoeker geleerd heb. Hans de Veen, Juliette van Eert, René de Bruin en Paulien Smeets, bestuurders en directeuren van Mondriaan voor het mogelijk maken van de klinisch-academische wijkplek die onmisbaar is voor iemand als ik. De mensen die mijn directe werkomgeving vormen op de universiteit, intellectueel stimulerend en sociaal warm. Ik ga er 3 bij naam noemen, omdat zij op een kritische en ondersteunende manier onmisbaar zijn voor het onderzoek, niet alleen voor mij, maar ook voor anderen en daar veel te weinig aandacht voor vragen en krijgen. Lisbeth Goossens, Gunter Kenis, Daniel van den Hoven, mijn bijzondere dank. De promovendi die ik heb begeleid en die ik nog begeleid naar hun doctoraat, ik maak er een punt van om niet alleen goed onderzoek af te leveren, maar ook goede onderzoekers. Maar dat proces is ook heel vormend voor mij. En ik bedank u voor het voorrecht u te mogen begeleiden. Ik zeg altijd dat iedereen vervangbaar is, behalve het secretariaat. En dat meen ik ook. Sinds enkele jaren is Wendy Beuken de spil van de organisatie van de Master in Effective Neuroscience. En al jaren heb ik een bijzondere samenwerkingsrelatie met Jolanda Koch. En voor Jolanda is het vandaag een bijzondere dag. Ik weet niet waar ze zit. Boven op het balkon. Jolanda is jarig vandaag. Dus vergeet u vooral niet haar te feliciteren straks. Ja, ze vindt het vreselijk dat ik dat zeg, maar ik doe het toch. Mijn collega's van het Academisch Angstcentrum, en hopelijk kunnen we die naam binnenkort weer meer zichtbaar maken, die ervoor zorgen dat ik elke dag met plezier kon werken. Of toch de meeste dagen. Dank voor uw dwarse, kritische, warme betrokkenheid. Mijn vrienden, die met milde verbazing en zachte spot kijken naar wat ik allemaal doe, ze zijn als familie voor mij. Mijn ouders, die voor een opvoeding zorgden waarin academisch presteren vanzelfsprekend is en zonder wie ik hier niet zou staan. Mijn zus en ik zijn trouwens alle 2 psychiater geworden. Of dat een succes kan genoemd worden, dat laat ik aan uw oordeel over. En tenslotte mijn vrouw Anne en mijn kinderen Pieter en Katrijn, die vaak moeten meemaken dat ik fysiek aanwezig ben, maar mentaal afwezig. En je moet zich dat dan voorstellen, ik ben aan de keukentafel of zo, en dan plots merk ik dat het gesprek stilvalt, en dat er 3 paar ogen op mij gericht zijn, en dat ik duidelijk iets heb gemist. Ik heb geen idee. Ik probeer me dan te redden met nog iets te zeggen. Ja, akkoord, of denk het ook, of zo. Wat 9 keer van de 10 feestelijk mislukt. En op diep gezucht onthaald wordt. Ja. Mijn eeuwige dank voor uw geduld en liefde. Ik heb gezegd. Beste Koen, ik was even bang dat je je leerstoel ging teruggeven en je beschikbaar ging stellen voor enerzijds minister van Zorg of minister van Onderwijs. Beide zou trouwens, geloof ik, goed passen bij jou. Jouw oproep richting onze subsidieverstrekkers zou goed passen bij een ministerie van Onderwijs. En jouw oproep ten aanzien van patiënten die we steeds meer als klanten gaan zien, zou jou een geschikte minister op zorg maken. Maar dat is niet wat wij willen, dus blijf vooral hier. Jouw boodschap is aangekomen en ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik veel van wat jij zegt daarin deel. En dat is een gezamenlijk gevecht, denk ik, van ons allemaal hier vanmiddag aanwezig. Ik heb genoten van jouw inaugurele reden. Een ongelooflijk boeiend thema. Ik kan me voorstellen dat vele mensen hier aanwezig vragen hebben. Je had het over samenwerking. Ik zou daar de juristen aan toevoegen.
Ik zei het aan het begin toen wij elkaar ontmoetten dat juristen veel veronderstellingen hebben, met name ook ten aanzien van feiten of wat er eigenlijk dan geen feiten zijn. Vanuit jouw vakgebied, daar is nog een wereld te winnen en ik zou het leuk vinden om ook die kant samen te verkennen. Geachte aanwezigen, ik dank u allemaal voor uw komst naar deze aula. Wij gaan nu gezamenlijk naar de receptieruimte, de refter, waar u Koen mag feliciteren met deze mijlpaal. En hiermee sluit ik ook deze academische zitting. Dank u wel.